Waarom meldt Vingerspitzengevoel niet dat hij gewoon meneer Jans uit Boksel is? Green Dutch en 1278. Donder nou toch op, jongens. Kinderachtig gedoe, angsthazen, lulletjes te behangen. Hij zegt, buiten de geschiedeniscolleges betreft de podcast slechts links gemompel in een stationair draaiende Audi. Wat? Want de linkse mompelgoeroe dient behaagd te worden. Wat is dat? Ja, die man heeft een psychiater nodig. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Wat vind jij van anonieme reacties? Daar ben ik tegen. En waarom? Dat heb ik al vaker gezegd. Het hele groot deel van het internet is anoniem. Of althans van de social media. Daar, mensen die anoniem hun mening rapporteren, dat is geen mening. Nee, en we gaan ook niet meningen die anoniem zijn, nemen wij niet mee. Nee, daar gaan wij geen aandacht aan besteden. Het is gewoon Piet Jansen. Of Piet Jansen echt bestaat, dan gaan wij ook weer niet onderzoeken. Met z'n tweetjes, dat begrijp je ook wel. Maar we hebben graag dat Piet Jansen zich gewoon met zijn normale naam meldt. En niet als Napoleon uit Bunnik of andere geestigheden. Laat dat gerust. Als u te lullig bent om voor uw eigen identiteit uit te komen, zou ik zeggen, heb ik geen enkele interesse in uw opvattingen. Nou, er zijn wat luisteraars die daar wat ontstemd over zijn. Omdat die zeggen, wij kunnen ook als anonieme mensen kunnen wij hele waardevolle dingen zeggen. Dat zou best wel. Laat ze dat maar tegen iemand anders zeggen. Andere anoniemi. Dus wij, want ik zal even kijken, er was wat discussie over onder luisteraars. Die zeggen van ja, wij willen eigenlijk wel dat onze standpunten meegenomen worden in die podcast. Maar wij willen niet onze naam. Dan worden ze niet meegenomen in de podcast. Kennelijk vindt u dat dan. Hoezo? Bent u bang voor uw eigen opvattingen of zo? Denkt u dat ze doorgestuurd worden aan Mark Rutte? Denkt u dat we intensieve contacten hebben met de fiscale opsporingsdienst? Nee, dat hebben we allemaal niet. Wij zijn geheel zelfstandig opererende kletsmajoers. Ja, Vingerspitzengevoel. Dat is de naam van iemand die dus ook anoniem reageert. En die zegt van ja, je moet toch eigenlijk wel, als ik iets heel zinnigs zeg, moet je dat toch wel kunnen meenemen in de podcast? Nee, dat gaan we niet doen. Vingerspitzengevoel. Het is duidelijk dat hij niet veel vingerspitzengevoel heeft. Dat is wel duidelijk. Ja, hij zegt van er wordt hier vooral aangevuld op de podcast. Dat is geen kritiek. En dat kun je toch wel meenemen. Zaken die zinnig zijn, die voeg je toe aan het gesprek. En andere zaken die laat je gewoon weg zonder dat je de naam kunt noemen. Dat moet toch kunnen? Ja, waarom meldt Vingerspitzengevoel niet dat hij gewoon meneer Jans uit Boksel is? Waarom doet hij dat niet? Is hij bang dat zijn vrouw meeleest of zo? Wat is dat? Wat zit er achter die rare neiging om jezelf te verstoppen op het internet? Houd dan je snavel dicht. Maar er zijn mensen die zeggen, we zijn anoniem op het internet ook voor andere redenen. Maar welke andere redenen dat dan zijn, dat willen ze niet precies aangeven. Nou, laten ze dan eerst eens in een fijne alinea uitleggen wat voor enorm goede reden ze hebben om anoniem te blijven. Dat zou ik wel eens willen weten. Ja. We hebben hier Tony 1278. Dat ook geestig. 1278, ja. Dag Tony 1278. Geweldig. Bestempel je dat ook als anoniem? Dat is anoniem, ja. Tony 1278 is anoniem. Oké, en dan hebben we ook nog iemand die heeft flinke kritiek. Dat is Supergroover. Ook ja, anoniem. Ook, ja, jammer Supergroover. Ongetwijfeld heeft u geweldig steekhoudende kritiek. Al heb ik alle vermoeden gezien uw bijnaam. Uit wat voor hoek de kritiek komt. En wat u al zo te melden heeft. En ik kan u eigenlijk bij voorbaat, zonder dat ik weet wat u te melden heeft. Al heb ik al het vermoeden dat het slap gelul is. En Green Dutch. Je ziet dat ik ook enorm vooroordelen koester. Green Dutch, dan weet je het ook al wel. Waarom Green Dutch, hoezo? Is die man Engelstalig of zoiets dergelijks? Waarom niet Groen Hollands? Ja. Green Dutch heeft dus ook kritiek. Die heeft kritiek op mij, zie ik. Maar dat is dus ook anoniem. Dus, ja, nou, kijk, kritiek op jou, dat kunnen we wel hebben. Sorry. Maar goed, dus Green Dutch. En 1278, donder nou toch op, jongens. Kinderachtig gedoe, angsthazen, lulletjes te behangen. Maar als ze dus willen... Ik zeg toch ook niet dat ik... Hoe zou ik mezelf eens kunnen noemen? Of jij, wat denk je? Nou, dan moet je even een leuke naam bedenken. Bij jou doen we de Audi-man. Ja, ja. En bij mij doen we maar gewoon weer de mopperaar. Ja, een zwarte ziel. Nee, we doen mopperaar 9095. Zou dat niet iets zijn? En een uitroepteken erachter. Ja. Ja. Oké, dus als mensen willen reageren, stuur gewoon even een berichtje per mail. Zeker. En dan kunnen we het meenemen.
Ja, nou ja, of per WhatsApp of wat ze voor andere kanalen benut. Maar ze gewoon maar na hun naam geven, dan vind ik het prima. Ja. Oké, okay, even wat andere ontwikkelingen. De bruinkool in Duitsland. Snap jij dat Duitsland nog van de bruinkool gebruik wil maken? Ja, dat snap ik best, want zonder bruinkool redden ze het niet. Dat is... Kijk, zij hebben natuurlijk al een hele tijd gestuurd op de afschaffing van die nucleaire installaties die ze hadden. Vanwege Fukushima, weet je jongen. Waarschijnlijk Fukushima is het waarschijnlijk. Ze hebben, dat is een beetje de paradox volgens mij van de Duitse energievoorziening. Dat ze natuurlijk enorm veel werk hebben gemaakt van die windenergie. En als ik met de bus rijd, ik maak altijd van die trip samen met Willem Melging in Duitsland. Jongen, de hoeveelheid zonnepanelen in bijvoorbeeld in het zuiden van Duitsland, dat is overweldigend. Bij elk kippenhok liggen 16 zonnepanelen. Dat was waarschijnlijk ook het gevolg van subsidiebeleid. Dus ze hebben een veel grotere niet-fossiele energielevering dan wij. Maar tegelijkertijd is dat wat niet fossiel is, dat is deels bruinkool. En dat is zo'n hele grote mijn, dat is daarbij in de buurt van Zuid-Limburg. Bij Aken de Venter. Daar gedonder over. Maar ook in het oosten van Duitsland zijn volgens mij aanzienlijke bruinkoolhoeven. Dus het is een heel wonderlijk dubbel beleid. Want bruinkool is echt het allersmerigste wat je stoken kunt. Vooral de DDR was helemaal afhankelijk van bruinkool. En als je in de DDR-tijd, in de DDR was dan, het rook er ook naar als je er in de winter was. Je rook direct dat ze daar een beetje een rare brandstof gebruikten in casu branco. Ja, wat is het eigenlijk voor spul? Dat is gewoon kool die te weinig en te kort onder grote pressie heeft gestaan. Hmm. Als die bruinkool dus nog eens een keer 50 miljoen jaar laat zitten en je zet er nog iets meer druk op, dan wordt het gewoon een zwarte kool. Hmm. En enorme gebieden, hè, als je het op de televisie ziet. Wat het voordeel is, het is dagbouw. Ja, dus dat is stukken goedkoper natuurlijk. Dus ja, je haalt de topsoil, sorry, green dirt, zoals stukken weer. Je haalt die bovenste laag eraf en dan kun je met die reusachtige graafmachines kun je aan de slag. Nou ja, dan rij je die vrachtauto onder, bam, dat valt er zo in. Er is in Wyoming, als ik het wel heb, is een kolenmijn, ook in dagbouw, die is in eentje per jaar meer kolen produceert dan de totale Engelse mijnen toen ze nog open waren, per jaar produceerde. Snap je dat die groenen in de regering zitten en dat ze dan toch toestaan dat ze nog dat extra stukje bruinkool toch gaan winnen om te gebruiken? Nou, ik denk dat ze natuurlijk zeker nu ook, omdat ze heel afhankelijk waren van het Russische gas, hebben ze weinig te kiezen, denk ik. Ja. Dus ze moeten wel. Ze zullen het niet leuk vinden. Niemand vindt het leuk. Sterker nog, ik zat net een staatje te bekijken. Natuurlijk het gebruik van kolen neemt nog steeds sterk toe in de wereld. Mm. Dus ja, we zijn wel bezig aan een transitie, maar dat gaat natuurlijk altijd langzamer en moeizamer dan we hadden gehoopt en verwacht. En het is vaak natuurlijk ook veel complexer. Als we nou even terugkijken naar de geschiedenis, en we hebben het daar uitgebreid over die 19e eeuw gehad, dus laten we zeggen de transitie van, nou ja, pak een beet van een relatief primitieve landbouw naar een industrieel productiesysteem heeft meer dan een eeuw geduurd. Vergeet dat niet. Mm. Zelfs nog, als je iets leest over het Nederlandse platteland voor de Tweede Wereldoorlog, dan vallen de schellen je nog van de ogen. De weerstand wordt wel steeds groter. Hè? Ook vanuit Nederland, begreep ik, gingen mensen daar naar Duitsland. Ja, dat kunnen ze doen. Maar goed, misschien is het nuttig om aan te geven dat het een ongelukkige ontwikkeling is. Maar er is weinig alternatief op dit moment. Mm. En, maar het alternatief moeten we wel. We merken dat nu. Ik heb al eerder gezegd, de onbeschrijfelijke ellende van die aanval op de Oekraïne, zeker voor de Oekraïners, is natuurlijk ook een, sorry dat ik nou weer met een Engelse term moet komen, een wake-up call. Het is ons wel duidelijk geworden dat we niet verstandig aan hebben gedaan om van Rusland afhankelijk te zijn. En aangezien ik zelf denk dat Rusland ook op de hele afzienbare termijn niet in staat is op een enigszins fatsoenlijk democratisch systeem op te zetten, doen we er verstandig aan om ons volledig anders te oriënteren, energietechnisch. Dat kan, maar dat kost wel even tijd. En wat dat betreft, jij zei dat je het zo fijn weer vond. Ik bedoel, hoe minder het koud wordt, hoe beter het eigenlijk is. Want het betekent voor volgend jaar ook ruimere voorraden.
En in Zweden hebben ze nog van dat spul in de grond gevonden. Hè, wat ja, dat, ja, maar goed, dat leek mij zo verschrikkelijk. Ook in Tsjechië trouwens. Dat leek mij zo. We hebben nooit gezocht. Omdat we het niet op grote schaal nodig hadden. En de Chinezen hadden het. En die waren niet te beroerd om het door te leveren. En ja, nu zijn we dus pas serieus gaan zoeken in Europa. Natuurlijk, waarom zou er alleen maar zeldzame aardmetalen in China zijn en niet in Europa? Ja, dat is nogal voor de hand liggend, lijkt me. Ja, dus er komt nu door dat er echt druk is. Er is weer ja, echt een noodzaak. Precies, gaan ze hier naar zoeken, ja. Zo is het maar net. En dat hoor je ook mensen natuurlijk zeggen. Van ze zeiden, ik zou nooit zonnepanelen doen. Maar ja, die gasprijs die is zo hoog, dus ik ga hier maar naar kijken. Ja, ik ben er zelf ook een goed voorbeeld van. Ja. Dat je denkt, nou ja, het sukkelt wel aan. Ik ben 79, zal mijn tijd wel duren, zo, dat werk. Ja, dat je denkt, hallo, ik bedoel, die energie gaat nu wel heel erg veel geld kosten. Hmm. Is dat eigenlijk wel nodig? Nou, alleen dan doe je iets aan zonnepanelen. En je hebt nu nog een cv-ketel gehangen, denk ik. Die overigens met dit weer ook niet al te veel. Nee, maar moet produceren. Je kijken, dit vind ik dus wel grappig. Dat kreeg ik dus laatst. Dit is dus een powerbank met een zonnepaneeltje erin. Oh, en houdt hij zichzelf op stroom of ja, niet? Ja, volgens mij, ik heb nu het kabeltje er aanhangen met de telefoon. En die, alleen tussen ons en de zon bevindt zich een dikke laag wolk. Juist. Ja, Stef, wordt de zon niet scheen op dit moment. Dan hebben we een probleem. Dan zaten we wel met een probleem, ja. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog Joe Biden met de documenten. Ja, ja, ja. Oh, wat hebben we ons daar ook over opgewonden? Terwijl het natuurlijk volstrekt de flauwekul is. Dat voel je toch wel aan. Ja, dat is slordig beheer van documenten. Het is nou misschien niet op dit moment de gelegenheid om eens een paar foto's van mijn studeerkamer te laten zien. Om eens te laten zien dat slordig beheer van documenten een heel normale, overal voorkomend verschijnsel is. Maar het is natuurlijk iets totaal anders dan wat Trump heeft gedaan. Trump heeft moedwillig documenten meegenomen die hij niet mee mocht nemen. Toen was hij daarop betrapt en toen wilde hij ze niet teruggeven. Terwijl in dit geval hebben medewerkers van Biden hebben die rommel gevonden. Ze hebben wel even gewacht met het bekendmaken dat ze het gevonden hadden. Maar Biden heeft direct gezegd, ja, ik wist van niks. Dat zal wel kloppen, denk ik. En het moet zo snel mogelijk terug naar de archiefdienst. En dat gaat ook gebeuren. Dus waarom niet het kardinale verschil tussen die twee zaken aan de orde wordt gesteld, begrijp ik niet. Maar je krijgt ook hier weer meteen die heigerige opwinding. Wat ontzettend. Dat je denkt, kom op. Wat is dit nou voor kinderachtige onzin allemaal? Maar nu ben je wel een Ik ben er zelfs van overtuigd dat zelfs die klote documenten van Trump, dat in feite een betekenisloze zaak was. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, maar Maarten die staat toch iets meer aan de kant van Biden? Ja, dat doet hij zeker. Ja, 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 zeker. Biden is een sympathieke bejaarde en Trump is een halve garen. Die ook bejaarde is eigenlijk, feitelijk gezien. Ja, vrij bejaard. Want hij is maar, god, 3 jaar jonger dan ik, geloof ik. Dus ik denk dat Trump van 46 is. Maar zou je niet iets kritischer naar Biden moeten kijken? Nou, dat doen we toch wel. Nou ja, haalt hij niet. Biden's populariteit zijn we stellen geen bal voor. Die zitten hangen nog op 40 of 42 of zo. Ja, maar ik bedoel rondom deze zaak. Want Biden had natuurlijk kunnen denken toen hij nee, dat bij Trump nee, zag. Nee, ik moet je zeggen dat ook als ik er kritisch naar kijk, zou ik zeggen, ja, dat kan gebeuren. Die man die draait al jaren mee in de top van het bedrijf. Ja, dit was het de tijd van Obama. Bedrijf. Ja, dit is uit de tijd van Obama. Hij was vice president. Dus ja, hij heeft ook van alles en nog wat hebben zitten bekijken. Maar hij had natuurlijk wel kunnen denken. Hij had diverse belangrijke dossiers onder zich. Dus. Ja. Toen dat met Trump speelde, had hij natuurlijk kunnen kijken. Hey, heb ik dat zelf misschien ook Nee, gegeven? Omdat hij wist van niks. Nee, dat was hij niet bewust. Ik moet je zeggen, dat is een commissie bij mijn studeerkamer komt kijken. Dan, ik zei het al in dat programma. Ik heb al hoeveel het oude tentamens liggen. Waar je zegt, van, dat is schandelijk. Dat die nooit zijn nagekeken. Nou, dat wel. Ja, nee. Of nagekeken met het bekende van de trap afgooien. Dan zijn becijfering van hoe ver ze naar beneden waren gekomen. Nee, dus ik heb er alle reden om aan te nemen dat het sloddervosserij was. Sloddervosserij. Dat is een heel normale menselijke eigenschap. Wat vind je van hoe de Republikeinen daar nu op reageren? Nou, dat was voorspelbaar natuurlijk. Ah, godzijdank. Zij zijn nog erger dan wij eigenlijk. Nou, dat werk, ja, dat begrijp ik ook wel. Die gaan allemaal commissies organiseren eigenlijk. Ze willen, hoe heet het? Ze willen ook de impeachment van Biden. Niet dat dat gaat gebeuren, maar goed, dat willen ze wel graag. Want hoe liggen nu even voor de duidelijkheid de machtsverhoudingen in Amerika? Wat kunnen de Republikeinen qua macht? Nou, de Republikeinen zijn nu de baas in het huis.
Maar daar hebben ze een hele kleine meerderheid. En daar zijn ze nogal verscheurd tussen echte radicalen. Dat zijn degenen die noodzakelijk hebben gemaakt 15 stemmingen over die Kevin McCarthy. Ja. En nou ja, die hebben allerlei concessies van McCarthy losgekregen die het functioneren van het huis bepaald niet zullen bevorderen in de komende 2 jaar. He, want deze verhoudingen bestaan voor de komende 2 jaar. Dan moeten we, daarna krijgen we weer verkiezingen. He. Want voor het huis heb je elke 2 jaar verkiezingen. Voor de Senaat moet je in principe elke 6 jaar gekozen worden. Dus elke 2 jaar wordt 1/3 van de Senaat gekozen. En de president, dat is een 4-jarige cyclus. Dus ja, dat gaan we even afwachten. En ze hebben allerlei commissies. Ze hebben eigenlijk bij voorbaat gezegd, nou ja, regeren, dat gaan we niet doen. We hebben helemaal niet geïnteresseerd, hoe minder, hoe beter. We zijn per slotverrekening allemaal cowboys met een pick-up, dus dat hoeft niet. We gaan de democraten zoveel mogelijk in de wielen rijden. Eigenlijk wat ze al sinds 1994 doen. Niks nieuws onder de zon. Het is een nihilistisch troepje. En wat is het verschil inhoudelijk tussen wat in het huis gebeurt en in de Senaat? Nou, het huis gaat eigenlijk over het geld. Maar het Senaat kan zeggen, ja, daar voelen wij niks voor. Want bijvoorbeeld bij wetgeving is het zo. Stel voor het huis produceert wetgeving. Dat Biden onmiddellijk doodgeschoten moet worden in de tuin van het Witte Huis. Dan wordt die wetgeving afgestemd door de Senaat. Want je moet in beide huizen moet je in principe goedkeuring krijgen. En de Senaat heeft de Democraten hebben daar de meerderheid? Ja, zij heeft ook een flinterdunne meerderheid. Omdat die mevrouw Sinema, die is zelfstandig geworden, zou ik maar zeggen, independent. Maar ik geloof dat ze voor de regulatie en zo meestemt met de Democraten. Dus ja, daar komt het aan op de stem van de vicepresident, is 50-50 dan. Terwijl dat de Democraten wel 1 senator hadden gewonnen in feite bij de afgelopen verkiezing. Tot ieder stomme verwondering, omdat het heel anders, men heel anders verwachtte. Dus ja, je moet iedereen tegelijkertijd wel tevreden houden. En dan uiteindelijk kan de president nog zijn veto uitspreken. Maar kan met deze politieke werkelijkheid, kun je vooruit? Kan Biden nog beleid maken? Nee, dat zal niet verworden in de komende 2 jaar. Maar goed, Amerika wordt al, zei het al, een kwart eeuw waardeloos bestuurd. Nou, de afgelopen 2 jaar met die subsidies voor de duurzame... Ja, Biden heeft een aantal verrassende, vooral die grote... Dat grote pakket aan wetgevende maatregelen, wat niet zo lang voor de verkiezingen, tussentijdse verkiezingen, is aangenomen. Dat verdient hij een pluim voor. Voor die duurzaamheid, maar bedoel je? Maar in bredere zin, en ik bedoel dit in bredere zin, wordt Amerika natuurlijk al decennia echt waardeloos bestuurd. Er blijven grote zaken liggen. Infrastructuur is een zootje. Nou goed, daar is nu ook 1500 miljard voor uitgetrokken. Maar dat is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ze zitten natuurlijk toch, ondanks Obamacare, wat dat heeft van alles verbeterd, maar zitten ze natuurlijk toch met een ongelooflijk krakkemikkig medisch systeem. Het duurste medisch systeem ter wereld, met de minste positieve resultaten. Want als je kijkt naar de resultaten, dan zijn er natuurlijk allerlei mensen die toch enorm de boot missen in de Verenigde Staten. Dus nee, het is Amerika is een... Dat is het gekke van Amerika natuurlijk. Dat kijk je vanaf de onderkant als het ware naar het borduurwerk. Dan ziet het er goed uit. En kijk je van de bovenkant naar het borduurwerk, dan is het een zootje. Precies het omgekeerde van normale borduurwerk eigenlijk. Dan mag je wel blij zijn dat wij hier in Nederland bijvoorbeeld ook qua de zorg het zo goed op orde hebben. Hè? Redelijk, maar dat is ontzettend verrafeld in de afgelopen jaren natuurlijk. Omdat wij... in toenemende mate allerlei essentiële onderdelen van de overheidstaak niet op orde hebben. Dan wil ik niet meteen over die trein beginnen, niet waar, met die volle wc's. Ik vond het wel onaangenaam beeldmateriaal, eerlijk gezegd. Maar nee, we hebben allerlei dingen die niet zo verschrikkelijk goed meer functioneren. En hoe komt dat? En dan zijn we weer terug op waar we het al over hadden. Nou, ik had het allemaal veel goedkoper, sneller, beter en digitaler moest. Met gruwelijke resultaten. Maar laat ik dan 1 elementje noemen wat ook wel positief is. Ik las dat het medisch eigen risico naar €100 gaat. Omdat heel veel mensen nu, als ze 1 keer een ingreep hebben gedaan en ze moeten nog een tweede, dat ze dat dan niet doen omdat het dan te duur is. Nou, daar ben ik erg voor. Dat is op zich wel een winstpuntje. Ja, ik vond het eigen risico ook fors bij medische verzekeringen. 3,85 is het, hè? Ja, ik vond het fors.
Want dat is trouwens al lang bekend uit onderzoek, dat het wel degelijk een remmende werking heeft op het bezoek aan de medici van op elk niveau eigenlijk. Mm-hmm. En in Amerika, wat vind jij dan van die duurzame miljarden subsidies? Want Europa zegt nu, we krijgen oneerlijke concurrentie, want kijk eens wat die bedrijven daar krijgen. Daar heeft Europa groot gelijk in. Daar past maar één antwoord. Namelijk dat zelf ook omvangrijk subsidiëren. Ja. Dat is heel jammer, omdat dat, kijk, dat is een aantasting van het hele vrijhandelsprincipe. En in principe weet elke econoom 101, die weet dat vrijhandel uiteindelijk efficiënter is. Daar kun je wel her en der wat aan organiseren, maar dat is efficiënter dan een subsidiesysteem. Dan moet je wel voor afvragen waarom dan die essentiële industrietakken uit Amerika verdwenen zijn. Of uit Europa. We zitten natuurlijk deels met dezelfde problemen. Maar of je dat nou oplost met enorme subsidiepakketten, dat is voor mij zeer de vraag. Dit soort van subsidies hebben toch in het verleden in het algemeen weinig, hebben we niet over die banden gehad, die weinig positief effect heeft gehad. Maar we zullen zien. Maar ja, uiteindelijk als dan de Amerikanen daarbij blijven, dan speelt een tweede probleem door, wat misschien op lange termijn nog wel belangrijker is, dat de energie in Amerika stukken goedkoper is dan hier. En dat komt omdat ze zelf een grote energieproducent zijn. Ze sterker nog, zelfs energie tegenwoordig exporteren. Jij zei dat van toen je daar was, hè? Dat daar was de prijs natuurlijk ook gestegen, maar dat die nog vele malen lager ligt qua benzine dan hier in Europa. Man, ja. Goed, bij ons is de benzine natuurlijk fiscaal duur gemaakt. Ja. Dat heeft ook voordelen. Dat leidt ertoe dat je motoren stukken zuiniger, want die autofabrikanten die weten van wanten. Als je denkt dat tegenwoordig een 4-cilinder, 2-liter dieselmotor, dus die een grote auto aandrijft, zeg een Mercedes E, dat die zonder grote moeite 1 op 24, 25 loopt, dat is al betrekkelijk uniek, ja. Aan de andere kant, door die subsidies krijg je wel die duurzaamheidsdoelstellingen sneller erdoorheen. Dat moeten we afwachten. Want het is ook, subsidies zijn tenslotte altijd toch kostenvervalsend. Denk aan al die subsidies in Nederland voor elektrische auto's. Mm. Ik weet niet of het verstandig is. Op een goede dag moet toch een elektrische auto ook een normale propositie worden. Zonder dat er enorm gesubsidieerd wordt, zou ik zeggen. Ik denk dat toch ook langzaam wel gebeurt, denk je niet? Nou, ik vind ze nog hartstikke duur, eerlijk gezegd. Ja, maar misschien moet je eens naar het vergelijk kijken tussen toen ze net kwamen. Een beetje vierpersoons SUV-achtige elektrische auto met een actieradius van 400 kilometer. Nou, die heb je niet onder de 45.000 euro. Mag ik erop wijzen dat dat ongeveer een ton is in guldens. Ja, de mensen willen zo graag terug naar de gulden. Dat ik reken het maar even terug. Weet u ook hoe dat zit? Nee, elektrische auto's zijn nog steeds poepie duur. Maar moeten we het staatje niet even Bas bekijken? Bas van Putten had nu een heel leuk stukje over een Chinese auto, elektrische auto, een MG notabene. Ook zo gek natuurlijk. Die hebben dat merk gekocht toen het op de fles ging in Engeland. En die had een min of meer redelijke prijs. Wat kostte die? 30 mil. En Chinees, MG heet dat. Ja, weet je waar MG voor staat? Voor Morris Garage. Die maakte ooit een soort van sportief specialtje van de Austin 7. En zodoende is MG ontstaan als sportwagenmerk. Schreef hij er ook bij waardoor die prijs betaalbaar is? Nou, dat was een heel simpele uitvoering. En kennelijk ligt toch ook de productiekosten liggen in China toch kennelijk dan nog een stuk lager dan hier. Tenminste, omdat die MG natuurlijk uit een of andere Chinese fabriek ergens in die continentale staten hier naartoe getransporteerd is. Je voelt wel op dat hij niet is komen rijden door de Gobi-woestijn. Wat is de actieradius? Nou, die was niks bijzonders, maar het ging om de prijs van die auto. Ja. We hadden vorige week toch die man met die batterijen, die dus schijnbaar, als dat allemaal klaar is, kun je van Amsterdam naar München in één keer rijden met één keer opladen. Ik wacht het rustig af. Ja. Heb je nog andere dingen gelezen deze week die zijn opgevallen? Nou, dat de leider van de ChristenUnie is opgestapt naar... Ja, Segers. Ja, dat zijn leven was meer dan politiek. En ja, er waren ook al andere mensen die deze suggestie deden, maar misschien kan Segers een intensief onderhoud hebben met onze minister-president. Die heeft alleen geen gezin. Nee, maar ik neem aan dat hij andere nuttige dingen kan gaan doen. Nou, hij wil voor de klas gaan staan, las ik ergens. Nou, dat jaag ik sowieso van harte toe. Want dat doet hij al deels. Maar we hebben een enorm tekort, één dag per week geloof ik. Op één dag per week.
We hebben een enorm tekort aan docenten. We hebben eigenlijk gek genoeg geen tekort aan docenten. Er zijn zat mensen die gediplomeerd zijn als docent. Alleen worden ze geen docent, ze gaan iets anders doen. En hoe komt dat nou zo? Omdat ze natuurlijk jarenlang onderbetaald zijn en de status van het beroep enorm veel schade heeft opgelopen in de afgelopen decennia. Vroeger was een onderwijzer een hele piet in het dorp. Wat is tegenwoordig een onderwijzer? Ten eerste zijn er geen mannelijke onderwijzers weer, wat ook altijd te denken geeft. Je weet die rare discrepantie tussen mannen in het beroep en vrouwen in het beroep. Als een beroep dus, dan moet ik er niet dit ongelukkige woord gebruiken. Ik wou zeggen namelijk penetreren, maar dat is, moet hier even in algemene zin worden geïnterpreteerd. Als er dus steeds meer mannen een beroep gaan uitoefenen, dan neemt de relatieve salarispositie van dat beroep in het totale salarissysteem toe. Zijn het voornamelijk vrouwen, dan neemt het af. Dat is een heel wonderlijke zaak, maar geeft nog eens aan dat ook de emancipatie natuurlijk voor een niet onbelangrijk gedeelte nog niet echt heeft gebracht wat hij zou moeten brengen. Namelijk volledig gelijke beloning voor gelijk werk. En Segers heeft het nu 10 jaar gedaan. Je hebt eerder gezegd van ja, je moet lang in die kamer zitten, want we hebben ervaren mensen nodig. Nou, ik vind 10 jaar mooi, zeker gezien het feit dat hij politiek leider is geweest. Dat zal iets hogere eisen stellen en iets meer werk met zich meebrengen. Dus ik vond 10 jaar prima. En hoe vind je dat hij het gedaan heeft? Nou ja, in het algemeen is de ChristenUnie, ik heb niets met de beginselen die uiteindelijk, waar de ChristenUnie uiteindelijk op rust, zoals de naam al aangeeft. Maar het is natuurlijk een doel om door een fatsoenlijke en betrouwbare partij met verstandige ideeën. En bovendien, ik vind Carola Schout ook een tip-top type. En hij zei ook bij een interview, wij zijn geen machtspartij, maar we zijn mee gaan doen om eigenlijk in het kabinet... Om verantwoordelijk te zijn voor het bestuur van het land. Ja. Dat is wat Rutte ook zei, verantwoordelijkheidsgevoel, dat is wat ik met hem associeer. Ja, dus ik vond het in het algemeen eigenlijk een voorbeeldig besluit van een haast voorbeeldige politicus. Vermoed jij dat hij misschien wel een mooie functie ergens anders heeft aangeboden gekregen en dat hij nu dat zou kunnen, ik hoop het. Burgemeester. Ik zou hem best willen hebben. Als wat? Nou, bijvoorbeeld als burgemeester, dat lijkt me een tip-top burgemeester. En dan, waarom niet? Flinke grote provincieplaatsen zou nog moeten kunnen. Zullen we er eens van maken? Deventer, Zwolle. Ja, waarom denk ik nou weer aan die Hanzesteden? Ik denk aan Assen of zo. Zoiets, Heerenveen, ik heb geen idee. Maar... Ik begreep ook dat altijd rond een 6, dan moet je altijd met dit soort aankondigingen rekening houden. Dat hoorde ik van, volgens mij Wouter de Winter zei dat ergens. Ja. Nou, dat zou wel waar zijn, daar zit al een soort strategie onder zitten. En bovendien was er dus een opvolger. Ja, dat is wel slim dat hij dat doet, dat hij zegt, je hebt nog 2 jaar om je echt voor te bereiden ook. En zeker, te groeien in die rol. Ja, ook hier zou ik zeggen, zou de VVD wel een hele verstandige les uit kunnen trekken. Geen opvolger. Niet voor gezorgd. Ja, die Schippers, daar geloof ik absoluut niet in. Dat is ook waarschijnlijk een kwestie van afwachten. Dus afkijken hoe ze het doet. Ik weet niet of je dat bij voorbaat kunt zeggen. Je hebt nu, er worden al reclame gemaakt voor de minister van Veiligheid en Justitie. Die het naar iedereen meent en ongelooflijk leuk doet. Dus waarom die Zilkes. Die niet? Ja. Als je het zo uitspreekt, want ik vermeed eigenlijk al mijn uitspraak problemen met deze naam. En we krijgen natuurlijk de provinciale verkiezingen. De BBB-mevrouw loopt zich warm, want die hoopt natuurlijk... Ja, dat betekent weer nieuwe politieke verwarringen zonder dat het veel resultaat zal geven, denk ik. Namelijk vooral dat het geen resultaat zal geven. Nee, zij die dan natuurlijk de grote winnaar is, dat kunnen we nu eigenlijk al voorspellen. Ook dat moet je nog maar even afwachten. Weet je nog, was dat Provinciale Staten... Of nee, dat waren de Europa-verkiezingen, waar we allemaal 100% zeker wisten. Rutte en Thierry gingen het samen bepalen. En wie won ze? Onze Brusselse kabouter. Hoe heet die nou? Van welke partij is die? Van de Partij van Arbeid. Oh, Timmermans. Ja, Timmermans won. Oh, dat is de grote winnaar. Dat heb je inderdaad gelijk in, ja. Ja. Dus ik zou zeggen, je moet de huid van de beer nooit verkopen voordat de beer geschoten is. Trouwens, er waren wel een aantal steekhoudende bezwaren tegen mijn opvattingen over de jagerij. Mits de jagerij goed georganiseerd is en gebonden aan een tal van vergunningen en ze niet verplicht een groen hoedje met veertjes erop moet op hun hoofd hoeven te hebben. Maar misschien zou toch
ook de jachtwereld zich eens af moeten vragen waarom is het blijkbaar noodzakelijk om de natuur in Nederland te beheren door het doodschieten van grote hoeveelheden dieren die zich kennelijk min of meer ongeremd voortplanten zonder dat erop gejaagd wordt. Ja, dan zit je toch met het probleem dat de predatoren, dat die er dus niet zijn. Hè. Ja, dan krijg je ook, zelfs in de Verenigde Staten is dat een probleem. Nu breidt de puma zich in de Verenigde Staten naar het oosten uit. En nu zeggen mensen, ja, dat zou misschien wel voordelig zijn, omdat die hertenplaag die in de hele Verenigde Staten heerst, waar ik zelf van mee kan praten sinds het feit dat ik achter een auto zat die een botsing met een hert kreeg, white-tailed deer, ja, dan is dat die puma's die herten een beetje op gaan eten. Ja, die puma's hebben natuurlijk overal uitgeroeid, want die vinden we eng, hè? Puma. Wat schreven die mensen ook alweer over de jacht, precies? Ze zeiden dat het niet allemaal recreatief is, hè? Nee, dat is, ze zeiden eigenlijk dat het goed georganiseerd is, aan vergunningen gebonden enzovoort. Nou, meen ik mij te herinneren dat die koninklijke jacht daar op het Loo, dat wel degelijk nog steeds drijvers zijn die die beesten dan, niet waar, met lawaai trappen in het bos opjagen. Zodat ze dan dus in paniek uit het bos komen rennen en dan door de grootste schutter van Nederland, Willem-Alexander, worden neergelegd. Ja, ik heb geen idee hoe groot zijn capaciteit op dit terrein zijn, maar goed. Ja, dus ik geef toe, het beeld wat ik gebruikte was, ken ik vooral uit films over de Engelse adel. Dat ze daar maar staan te knallen en dat er dan zo'n man naast ze staat die dat geweer steeds moet laden. Ja. Het is niet iets wat mijn sympathie opwekt. Het lijkt mij dat het gerelateerd is aan het algehele probleem van natuurbeheer in een land als Nederland. Maar ik weet voorlopig ook geen oplossing. Oké, dan hebben we iemand die stuurt een berichtje van Teletext mee van, dat gaat over het volgende, het Rotterdamse PvdA gemeenteraads. Ik heb het verhaal gelezen. Oh, ja. Je kent het, oké. Die stapt op en de reactie die daar in ieder geval op volgt van deze brievenschrijver is, en Maarten maar schelden en mopperen op de populisten. Dit is dus voor de zoveelste keer zijn stokpaardje PvdA, een linkse partij van oplichters en bedriegers, voor of geen aandacht aan besteden en nu wel, zegt Ed Rotscheid uit Loosduinen. Ja, hij begrijpt natuurlijk dat dit mijn schuld is. Dat ik een hele goede kennis ben van die man die met die 23 huizen. Ja. En dat ik mijn invloed ook heb aangewend bij de Rotterdamse afdeling van de PvdA om deze man op te nemen in de raadsfractie. Wat een gelul is dit ook weer. Natuurlijk is het betreurenswaardig dat daar geen behoorlijk antecedentenonderzoek is gedaan. Maar om mij dat nou persoonlijk aan te wrijven, ik ben hier goed snik. Hij schrijft ook nog, lees ik hier, lekker links blijven leuteren in de podcast en Maarten vooral nooit kritische vragen stellen. Wel de motor laten lopen voor de warmte, links hypocrieten. Jeetje, het is zo doorzichtig. En we zullen even een fotootje heeft. Het is niet anoniem, kijk, het is een kalende meneer. Het zijn altijd blij met zonnebrillen en levensgenieters. Dan, zodra ze een zonnebril op hebben en levensgenieters zijn, weet je daar eigenlijk al dat ze niet deugen. Ja. Waarom luistert zo'n man? Dit is de enige reden dat hij luistert, is dat hij dan dit soort van berichten kan versturen. Ja, buiten de geschiedenis. Zou hij zelf beseffen wat een onnozelaar die is? Ja, hij doet het niet anoniem. Dat is wel. Nou, dat velt de prijs. Want, nou ja, hier ben ik toch geneigd om dat dan weer om te draaien en zeggen: hij is zo stom dat hij bereid is om dus op persoonlijke titel zo'n stomzinnig bericht te versturen. Oké. Okay. Hij zegt: buiten de geschiedeniscolleges die prima zijn, betreft de podcast slechts links gemompel in een stationair draaiende Audi. Want de linkse mompelgoeroe dient behaagd te worden. Vooral stroop om zijn mond blijven. Wat is dat? Dat is toch een. Ja, die man heeft een psychiater nodig. Lijkt mij. Aan de andere kant zou het niet ook therapeutisch zijn dat hij hier dan naar luistert. Om ze dan enorm op te winden en dan zo'n bericht te gaan versturen. Oké, dus Ed in ieder geval. Dus okay. Het is een soort van, het is een soort, hoe heet dat nou, zelfkwelling. Ja, dat denk ik, ja. En dan, kijk, dan stuurt hij dat bericht en dan voelt hij zich superieur. Dat heb ik wel eens uitgelegd, veel sociale media, dat is een dominantiespel. Dus hij maakt aan de buitenwereld, je begrijpt dat deze man heeft waarschijnlijk een miljoen volgers. Dat is zo'n indrukwekkende figuur. Dat is zo'n systematische en structureel verantwoorde denker. Dat hij natuurlijk een enorme impact heeft op de meningsvorming in Nederland. Nee, het is, ik moet zeggen, ja, je weet hoe dit is.
Hier staat Twitter vol bij, dus het is niks bijzonders. Donder nou toch op, jongens. Kinderachtig gedoe, angsthazen, lulletjes te behangen. Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. De CES, de grote techbeurs in Amerika, zit erop. En één Nederlands bedrijf was de absolute smaakmaker. Iedereen wil de batterij van dit bedrijf hebben. Ik spreek ze in de podcast C-Level. De link naar het gesprek staat in de show notes.